2020 wordt een belangrijk jaar voor de Batavia. Want in de loop van dit jaar moet duidelijk worden of het reddingsplan voor het schip haalbaar is. Elke vrijdagmiddag hebben we aandacht voor Batavialand. En vandaag is de gast scheepsbouwmeester Willem Vos, die 30 jaar geleden in Lelystad druk bezig was met het nabouwen van het 17e-eeuwse VOC-schip de Batavia. Ja, de oorspronkelijke Batavia was in 1629 vergaan, heel tijd geleden. Toen u een replica wilde maken, had u toen een exact bouwplan uit de 17e eeuw, of dat niet? In de 17e eeuw waren er geen bouwplannen. Nee, ik wou net zeggen. Toen ik in musea's kwam, toen kreeg ik te horen dat er weinig bekend was over de 17e eeuwse Oost-Indië-vaders en dat soort dingen. En toen ben ik op zoek gegaan. En het verbluffende is, ik heb ontzettend veel gevonden. Toen ik hier bezig was, dacht iedereen, dat schip komt uit de duim van Willem Vos. En dat moeten we maar nemen. Maar dat was niet zo. Je kunt het vergelijken met een opgraving. In het begin ga je kijken in zo'n boek. Ik kocht dit boek bijvoorbeeld. Wat is dat voor boek? Van Nicolaas Witsen. In 1973 kocht ik dat. Het is een dik blauw boek met een blauwe kaft. Ja. Architectuur, wat staat erop? Architectuur, navales, regime, nauticum. Nicolaas Witsen, oud-burgemeester van Amsterdam en geïnteresseerd in de scheepsbouw. En die man die schreef een boek. En daar ben ik toen in begonnen. En dan kom je dingen tegen dat ik denk, bingo. En dan ben je zo, dat ik denk, ik ben op de goede weg. Er is veel meer. En ik kon dat met mijn scheepsbouwverstand begrijpen. Maar hij beschreef dus echt hoe ze in de 17e eeuw zo'n schip bouwden? Exact. En toen kwam er een volgend boek. En dat is eigenlijk het leuke van deze twee boeken. Dit is van een scheepsbouwer uit de 17e eeuw, Cornelis van Eyck. En die, waarin deze meneer Witsen dus vooral schrijft over, niet zozeer over techniek, maar meer over dingen. En een beetje verward en door elkaar heen. Dan zet deze meneer het op een rij. En dan sta je versteld. Dit was gewoon geweldig. Hier staan bijvoorbeeld dingen in. Hier bijvoorbeeld, alles wordt uitgelegd. Op technisch gebied dan? Op technisch gebied. In de detail. Dus kunt u zich nog iets herinneren wat u daaruit leerde? Daar leerde ik onder andere uit hoe de holte werd bepaald. En ook alle maten. En toen kwam ik nog iets tegen. Dat was een beschrijving van de Verenigde Oost-Indische Compagnie van Pieter van Dam. En die beschreef dus alle VOC-schepen die gebouwd werden vanaf het begin van de 17e eeuw. Dus over bekend zijn. Hè? En naar aanleiding van die geschriften heb ik toen dit bestek gemaakt. Dit is een handgeschreven bestek. En daar heb ik alle maten en alle afmetingen die ik in die boeken had gevonden, heb ik daarin opgeschreven. Ja, dit is dus echt alles wat ten grondslag ligt aan de Batavia. Ja, zoals we die nu alles kennen. Alles wat er ten grondslag ligt aan de Batavia. Dat heb ik allemaal met schets erbij. Dus met die drie boeken die u mee heeft. Ik zie schets inderdaad. Prachtig. Ja. Met die drie boeken, dat is zeg maar het begin van de Batavia zoals we die nu kennen. Ja. Ja. En toen, tijdens de bouw, hebben wij dat leerproces niet stopgezet, dat onderzoekproces, maar dat ging gewoon door. Ja, want je komt tegen bepaalde dingen aan natuurlijk. Je loopt tegen dingen aan. Ja. Maar dit boek was toch een heel belangrijke leidraad. Want je komt hierin dingen versnipperd tegen. Een stukje van dit, een stukje van dat. En dan een stukje over de masten, een stukje over de spanten. En dat moest je allemaal dus bij elkaar voegen tot een geheel, totdat je een zicht kreeg, die ik ook bijvoorbeeld aan de bouwers kon geven en zeggen, jongens, dit is het. Want we beginnen met de kiel en we eindigen met het topje van de grote mast. Hè? En dat allemaal zit hier tussenin. Dus er was helemaal niets zomaar aan de duim. En het bijzondere was, we stonden voor onderdelen waarvan we dachten, dat klopt niet zeg. Een ezelshoofd, wat bovenop de mast moet, van 1,60 meter lang en 80 breed, zo'n mop hout. Maar als je het dan nu bovenop de mast ziet zitten, is het maar een klosje. Dan klopt het dus wel. Ja, het klopte allemaal. En het geluk is geweest dat we ook vastgehouden hebben aan die maatvoering.
er gewoon domweg op vertrouwd hebben. Van Eyck, we houden er hem vast. Ze wisten wel wat ze deden in de 17e eeuw. Leuke dingen zijn er gebeurd. Want als je dan met iets nieuws begint in Nederland, dan krijg je heel Nederland over je heen. Klopt niet. En dat gebeurde bij u ook. Ja. U zei over uw duim. Het komt allemaal uit uw duim. Ja, ik heb volgens mij klopt het niet. En gelukkig had ik geleerd, wilt u even uitleggen wat volgens mij klopt niet betekent. Hè? Nou, daar zaten mensen. We hebben een groep mensen bij ons gehad die zeggen, ik zal het technisch even houden, die soldatengaten die zitten dus niet, die zitten niet uit de midden, maar in de midden. Hm. En bent u bereid om dat te veranderen als het fout is? Moet je voorstellen, een man of 3, 4 die dan zitten en we worden keurig ontvangen. Dat waren mensen die er ook wel verstand van hadden. Ja, die hadden dus ook verstand van. En mijn zoon die daar een studie van had gemaakt, Jan, die zegt, mijn heren, ik heb hier een boek van Eyck. En hier staat dus niet in de midden, maar hier staat beneffens de midden. En beneffens is het 17e woord voor naast de midden. En de heren pakten hun spullen bij elkaar, vertrokken, boden geen excuses aan. En het leuke was, dan werden mensen boos. Ja, ja. Dus in plaats van gaat in de lucht sprongen van nou weten we de waarheid, werden ze boos. En dat hebben we allemaal meegemaakt. Maar u vond het dus heel belangrijk om het historisch verantwoord te doen, hè? Bouwen van die nieuwe Batavia. Waarom? Ja. Waarom wilde u dat per se op die manier doen? Nou, omdat ik wist dat er in Nederland een heleboel mensen rondlopen die de verstand van zouden gaan krijgen op de duur, hè? En het is me ook te nauw aan het hart om het te zeggen, nou, ik gooi je met de pet naar. Als je iets reconstrueert, dan had ik het gevoel, dan moet het ook precies zo zijn. Ja, het had natuurlijk veel sneller gekund allemaal. Het had natuurlijk allemaal veel sneller gekund natuurlijk, als je die boeken naast neer had gelegd en het een beetje op basis van een foto doet en met de moderne techniek aan de slag zou zijn. Ja, we zijn met moderne techniek in de gang gegaan. Maar het verbluffende van dit alles is dat ze in de 17e eeuw zo'n schip in tijd van 8 maanden bouwden. Ja. En wij hebben er 10 jaar aan gewerkt. En we werden erom uitgelachen, hoor. Zo van, nou, schandalig. Als wij in de 7 provincies beginnen, dan is hij binnen 3 jaar klaar. Toen de familie voor zijn betrokken was. Jullie weten allemaal dat hij nog niet klaar is. Nee, klopt. En dat is niet alleen hier in Nederland gebeurd. Ook elders in de wereld ging het allemaal veel sneller, veel vlugger, veel beter. En er is allemaal niks voor terechtgekomen. Het is gewoon een compleet wonder hoe die mensen dat in 9 maanden voor elkaar gekregen hebben. In de 17e eeuw, echt hard gewerkt. Nou, hoe deden ze dat dan? Hebt u daar enig idee van? Ja, ze deden het allemaal met de hand. Ik heb er... Ja, maar ja, dat maakt het toch niet makkelijker? Nee, dat maakt het juist complexer. En alles werd gesjouwd. Maar er was wel een soort logistiek waarvan je nu zegt, ook deze, als je nu in deze boeken leest, dan zie je dat die hele bouw genormaliseerd was. Iedereen op die werf wist, als je een schip van 160 voet ging bouwen, dan was de kiel die was dan 16 duimen dik. Of de voorsteven was 16 duimen dik, 32 duimen breed. En alle andere maten in het schip waren daarvan afgeleid. Het was bijna een soort lopende bandwerk. Ja, het was lopende bandwerk. Dat moet haast wel. Ja. Ze moeten ook allemaal precies geweten hebben wie wat doet op die werf natuurlijk. Ja. Dus iedereen wist, verhoogd het laag. En dan waren die vakken die waren ook nog verdeeld in houtzagers, buigers. Nou, noem ze allemaal maar op. En in feite hebben wij dat daar op de Bataviawerf nagebootst. En zo hebben we dat gedaan. En we hebben hard gewerkt. Er is hard gewerkt op die werf. Hebt u tijdens de bouw wel eens met de handen in het haar gezeten van hoe gaan we dit nu oplossen? Dat u het niet kon vinden in die boeken, hoe ze dat in de 17e eeuw deden? Nou, niet echt met mijn handen in mijn haar. Maar je stond wel voor vraagstukken dat je denkt, hé, een kleine, eigenlijk niet. Maar wel dat je dacht, ik hoop dat ze die oren niet afgezaagd hebben. Ik noem maar een voorbeeld, hè. Want er liepen 2 touwen over de voorsteven die de stag moesten dragen. En als die oren waren afgezaagd, die touwen hadden over die oren moeten lopen. Oh, ja. Dus dan sta je 's ochtends om 4 uur op en dan hol je naar die werf. En gauw een bordje erop, niet afzagen, weet je wel. Dus en zulke dingen. Goed, maar de meeste wat ik moeite heb ik gehad met het geld. Om de financiering steeds... Dat heeft me echt wel eens tot huilens toe heeft me dat ontroerd. Als ik weer eens wat poen kreeg. En dat geldt nu eigenlijk ook voor het redden van de betaling. Ja. Het is niet zozeer de techniek die ons daarin bijvoorbeeld tegenhoudt. Het is gewoon het geld. En dat moet er komen.
En ik denk niet dat ik daar tot tranen toe geroerd zou raken om geld nog. Maar je weet het zo. Je weet het niet. Natuurlijk. Maar dat was eigenlijk het probleem. Eind 20e eeuw bouwde Willem Vos in Lelystad de replica van de Batavia, de reconstructie. Hij baseerde zich daarbij helemaal op de historische scheepsbouw uit de 17e eeuw. Ja, meneer Vos, toen u bezig was met die bouw van 1985 tot 1995... was die Bataviawerf toen ook echt vergelijkbaar met een scheepswerf van ruim 3 eeuwen eerder? Nou, niet helemaal natuurlijk, maar... Als je kijkt naar hoe wij het aanpakten, werden we haast wel gedwongen om het op dezelfde manier aan te pakken. Je had een scheepsbouwmeester en daarbij had je dan ploegen. En die ploegen werden dan weer door een ploegbaas. Bij elke ploeg had je een ploegbaas. En ik recruteerde die ploegbazen uit de mensen die aankwamen. En dan, ja, je krijgt zicht op de mensen. Je denkt, nou ja... En soms merkte je dat twee mensen bijvoorbeeld dat botsten dan in een ploeg. En dan dacht je, oh ja, hier zitten twee ploegbazen. En dat werkt natuurlijk niet. Moet je ze uit elkaar halen? Ja, uit elkaar maak je een aparte ploeg van. En, want naast elke ploegbaas had je bijvoorbeeld een aangever, zoals we het noemen. Zoals je dat ook wel in het cabaret ziet. Hè? De een die presenteert, die reikt de mop aan en de ander die maakt hem af. Ja. Zo gaat het eigenlijk en zo ging het ook. Nou, dat klinkt heel vriendelijk, maar ik kan me niet voorstellen dat het 3 eeuwen geleden ook zo vriendelijk ging. Nou, dat valt erg mee. Hier in Van Eyck schrijft bijvoorbeeld een stukje over de scheepsbouwmeester. Dat hij moest vooral godvrezend zijn. Hij moest oog hebben voor de noden van zijn mensen. Hij moest de zwakkere van geest, moest hij dus geen te zware opdrachten geven, maar zodanig plaatsen dat hij ze ook in het oog kon houden. Nou, dat is een heel, als je dat leest, ik heb het in dit boek verwerkt. Dit prachtige boek. Ja, dat is uw eigen boek. Ja. Over het bouwen van de Batavia. En dat vond ik wel leuk om dat stukje van die scheepsbouwer in te vermelden. Ja. Dus er werd wel degelijk rekening gehouden. Dat moest wel met de mensen rekening houden. Maar dat hebt u zich ook wel te harte genomen, want u was natuurlijk de scheepsbouwer. Nou, ik ga dat al van voor. Want ik heb een bedrijf gehad in Broeke-Waterland. Daar hebben mensen altijd met veel plezier gewerkt. Dus dan krijg je wel een beetje zicht. En mensen... Ik heb ooit met een aannemer gewerkt die zei... Willem, je moet mensen nemen zoals ze zijn... en niet zoals jij ze graag wil hebben, want dat lukt niet. Nou, dat was een goede aanwijzing. Ja. Bent u eigenlijk door zelf dat schip te gaan nabouwen... ook anders gaan aankijken tegen de 17e-eeuwse scheepsbouwers? Ja, daar ben ik zeker anders tegen aan kijken. Want ik kwam namen tegen in boeken waarvan ik dacht... zouden die mensen wel echt bestaan hebben? Ik kom hier bijvoorbeeld een Jan Dirkszoon Grebber tegen. Wie was dat? Dat was een scheepsbouwmeijer die heeft deze schaal gemaakt. Ja, dan moet u misschien even toelichten, ook voor de mensen die naar ons luisteren. Ja? Ik zie heel veel cijfertjes. Ja, maar hier allemaal is een schaal van schepen van 1 tot 200 voet. En er staan alle hoofdmaten in. Dus de dikte van de kiel, de dikte en de breedte van de steven, de holtes en alles. Alles staat erin. En Witse vond dat zo belangrijk dat hij heeft dat gewoon overgenomen. Hij staat zelfs ook in het boek van Van Eyck. En dan wil je weten, wie is Jan Dirkszoon Grebber? En dan heb ik gevonden in het archief van Amsterdam, want daar heb ik ook onderzoek gedaan. En dan kom ik op een gegeven moment tegen. En dan schrijf ik hier in mijn bestek. De rest van de maten volgens de schaal van Jan Dirkszoon van Monnikendam. Ook genaamd Jan Dirkszoon Grebber. En Jan Dirkszoon Koster, scheepsbouwmeester te Amsterdam. Geboren te Monnikendam in 1605. Gehuurd in 1626. Oud 21 jaar met eitje Jans. Aha. En de naam Jans komt nog veel voor in Waterland. Ik kom uit Waterland. En dan sloot diezelfde man in 1646 een overeenkomst met de Koninklijke Admiraliteit van Zweden. En die bouwt daar schepen voor. En op deze bladzij staat ook nog iets heel leuks. Hier. Dat is dan een correctie die ik er dan bijgeschreven heb. Dus je begint met dit boek. Ja. En onderweg kom je een correctie tegen. De historische werkgroep van onze werf die komt op een gegeven moment tegen... dat de Batavia 4 duim dieper holler is gemaakt... dan in het bestek staat aangegeven. In een brief. Die brief die is bekend. Robert Pertesius die vindt die brief... En wij hebben de Batavia dus, we konden nog net op tijd... konden we hem 4 duim holler bouwen. En dan staan, heb ik hier geschreven... Nou, correctie, bevindingen, historische werkgroep... gemeentearchief Amsterdam. Naar een holte van 18 voet gesteld op 5 meter, 10 meter. In diezelfde aantekening wordt vermeld... dat de Zeeuwse schepen 1 voet holler mochten zijn...
hun waterwegen waren dieper. Ja, maar weet je ook waarom ze dan ineens die aanpassing hebben gedaan? Ja, vanwege die... Wij hebben het vermoeden dat het kwam om er in datzelfde jaar de Waze was vergaan. Die was gewoon omgekukeld. Dus dat schip bij Zweden. Wij hebben het idee, dat is natuurlijk dus doorgedrongen in die hele scheepsbouwwereld. Ja. En dat ze dus naar aanleiding daarvan hebben gedacht, potverdorie, wat zou daar nou de oorzaak van geweest zijn? En ik denk dat ze de juiste conclusie getrokken hebben, dat die niet hol genoeg was. Ja, grappig toch, dat het allemaal weer toch weer samenkomt. Het schip werd altijd gezegd, hij is veel te hoog. Maar tussen de holte en de hoogte zit een groot verschil. Want de holte, dat zijn de onderste spuigaten. En een schip kon nooit dieper geladen worden dan de onderste spuigaten. Als je dat 10 centimeter verhoogde, scheelde dat 120 ton. Dus, dan kun je dus meer vervoeren. Niet onschijnlijk. Ja. Nee. Er wordt nog wel eens, als het gaat om die tijd, die VOC-tijd, nog wel eens gesproken nu met de gedachte achteraf van, nou, we hebben het allemaal niet heel erg netjes gedaan wat betreft slavernijverleden. Op zo'n scheepswerf liepen dan ook slaven rond of dat niet? Nee. En in de 17e eeuw waren er geen slaven. En de hele slavendiscussie is een beetje nog niet uitgekristalliseerd. Je moet je voorstellen, als een bemanning van een 17e-eeuw schip in Afrika kwam, dan konden ze niet de binnenlanden intrekken en mensen gaan vangen. Die slavenhandel was gebaseerd op conflicten, stammentwisten in die landen. En wat deden je? Als jij een vijand had overwonnen, dan kon je hem of een kopje kleiner maken, of je kon hem voor goed geld verkopen. Wij hebben daar schandalig genoeg op gereageerd. We hebben die mensen gekocht. Maar die werden in ieder geval niet vermoord. Dus dat hele slavernijverleden moet je in een andere context plaatsen. Misschien kunnen we daar nog zo'n leuke uitzending aan maken. Ja, daar hebben we nog wel iets meer tijd voor nodig ook. Ik wil nog even van u weten, want we hebben nu over de Batavia, die u dus hebt nagebouwd vorige eeuw. Batavia heeft nu last van houtrot onder andere. Hè? Om het schip te kunnen behouden moet er geld worden ingezameld. Hij moet op de kant. Maar intussen wordt er nu ook wel materiaal gebruikt, volgens mij, dat in de 17e eeuw nog niet beschikbaar was. Hè? Om het schip maar te redden eigenlijk voor het nageslacht. Hoe kijkt u daar nu tegenaan? Want u was natuurlijk heel, heel puristisch ingesteld wat dat betreft. Het moest allemaal historisch verantwoord. Nou, ik heb dus het advies gegeven om zo min mogelijk aan die Batavia te doen. Want als je hem eenmaal op de kant zet, dan zal het schip nooit meer varen. Dus je hoeft hem niet in de conditie terug te brengen om te varen. Nee. Ik zou hem gewoon als scheepswrak bewaren, zo min mogelijk aan doen. Want als je nu rondloopt in de Batavia, zijn er nog ontzettend veel prachtige plekken. He, al die dekken zijn nog in goede staat. Nou, je bent aan boord geweest. Dus als je dat schip op een goede stoel zou zetten en voor het nageslacht zou bewaren, dan moet je hem ook afdekken, dat hij niet constant in het regenwater staat. Mm-hmm. Dan kan hij daar nog 200-300 jaar staan. En dan moet één ding is wordt belangrijk. Dat schip krijgt steeds meer waarde naarmate het dus verder in de tijd opschuift. Want het wordt steeds minder mogelijk om zo'n schip te maken. En nergens in Nederland of in Europa staat een complete Oost-Indië-vader. Maar waarom zou niet iemand nog een keer het kunstje van u kunnen herhalen? Nee, want dat is. Nee, ik geloof niet dat dat te herhalen is. En dat is niet alleen mijn verdienste of weet ik veel. Maar dat komt ook dat als je kijkt nu naar de tijd, hè, en je kijkt naar de mensen. En die zijn geweldig hoor, want ik heb alle respect voor de jonge mensen. Maar die hebben andere interesses. Dat zou misschien over 300 jaar kunnen, of over 100 jaar. Maar er zijn nu. Dingen zijn soms tijdgebonden. Ik heb het in andere landen gezien. En dan is het net niet. Hè? En dan denk je, ja. Dus het is echt een unieke kans geweest, de bouw van de reconstructies zoals we die nu nog hebben in Lelystad. Nee, ik denk, kijk, met dit prachtige boek van mij zou dat over 200 jaar redden. Ja. Ja. Waarom niet? Ja. Zit hier over 200 jaar iemand met uw boek aan tafel, zoals u net die drie andere boeken had natuurlijk. Maar je hebt meer nodig dan een boek aan tafel. Maar die jongeren van tegenwoordig, die zijn slimmer dan ooit. Ja, die zijn slimmer dan ooit. Maar hier in dit boek staat van Van Eyck, ambachtelijke vaardigheid, hè, dat is totaal anders. Dat is een totaal andere manier van denken. Ik zie mensen die nu dingen maken, dat ik denk, ja, maar dat is niet ambachtelijk. Ik zie restauraties waarvan ik denk, jongens, dat houdt nou even opgeschaafd met de hand of zo. Hè? Met de hand inderdaad, ja. Handwerk. Ja, ja. En hier bijvoorbeeld staat, Van Eyck schrijft heel leuk, als je het vak
als je het scheepsbouwvak uit boeken kon lezen, dan had ik er al vele gekocht, schrijft hij. Nee, ik denk dat het een vaardigheid is die verloren raakt. Dus het is maar goed dat we hem hebben nu, de Batavia. Ja. Nog één voorbeeld, Jeroen. Ja. Als je nu aan iemand zou vragen, zou jij voor mij een stenen, mooie stenen bijl willen maken uit de Neolithicum bijvoorbeeld, hè? Zou geen mensen voor elkaar krijgen. Nee, ik zou er niet toe in staat zijn, nee. Nee, ik ook niet. Geen mens. En toen maakten ze dingen die wij niet meer kunnen maken. Zo gaat er ook wel een hoop kunde en kennis verloren. Ja, en dat is ook niet erg. Ik zie dat niet als een ramp. Toch niet? Nee. Nou, het komt misschien een beetje verzuurd over, maar dat nee, is hoor. Niet zo. Nee. En ik zou het ook geen ramp vinden als het schip bijvoorbeeld niet ooit nog een keer wordt herhaald. Want ik denk dat dingen één keer leuk zijn. Ja. En dan, dan gaan we weer naar andere dingen omkijken. Mooi besluit. Willem Vos, bedankt om ons even terug te nemen naar het reconstrueren van de Batavia.